Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Autoweetjes. Onlangs werd de eerste en enige Lamborghini Centenario voor Nederland afgeleverd. En het is een unieke auto, want er zijn er maar wereldwijd 40 gebouwd. 20 coupés, 20 roadsters. Maar wat maakt deze auto nou zo uniek? Centenario, Italiaans voor eeuwfeest. Deze auto is een ode aan de 100ste verjaardag van Ferruccio Lamborghini, de oprichter van het roemruchte Italiaanse merk die in 1993 overleed. En dan heet de auto LP77-4. LP betekent achterin geplaatste V12 motor. 770 betekent 770 paardenkrachten uit die V12 motor. 20 meer dan de SV en die 4, dat staat voor vierwielaandrijving, maar in dit geval ook voor die vierwielbesturing. Ja, dit is wel een hele bijzondere kleurstelling. Gespoten in de kleur zwart en gespoten in de kleur geel. Je kunt deze carrosserie, die van carbon fiber is, kun je ook in naakt carbon krijgen. Kost je wel 300.000 euro extra. De complete aerodynamica van die Centenario is anders dan van de Aventador. Kijk hier ook eens naar die luchtinlaten onder en naast de koplampunit, die hier weer uitmondt voor een betere luchtstroom rond die auto. Datzelfde geldt ook voor deze enorme luchtgeleider, want die geleidt namelijk de lucht veel beter over die voorruit. Op die wielen zitten carbon elementen en die fungeren als schoepen. Die halen zeg maar de warmte uit dat wiel. De warmte die vrijkomt door die carbon keramische remschijven. De voorras 400 mm groot, achter nog altijd 380 mm. En die banden die zijn speciaal voor deze auto ontwikkeld. Die hebben een iets stuggere wang en een andere compound. Want deze auto beschikt over vierwielbesturing. De wielen zelf overigens op de voorras 20 inch groot, achter 21 inch. Hier achterin hangt de sterkste V12 motor van Lamborghini ooit. 6,5 liter, 770 pk, daarmee 20 pk sterker dan die SV motor. En dit blok katapulteert die Centenario in 2,8 seconden van 0 naar 100. Van 0 naar 300 km per uur, 23 seconden. Topsnelheid 350 km per uur. Die bodem die is helemaal glad gemaakt om ervoor te zorgen dat die luchtstroom precies richting deze enorme diffuser gaat. Die achterspoiler komt automatisch omhoog en die genereert 180% meer downforce. Ja, op topsnelheid drukt hier gewoon 225 kilogram op. Uiteraard voor de stabiliteit van de auto. En die downforce, dat krijg je op het display voor te zien. Je ziet precies waar de druk van de auto zich bevindt en hoe groot dat die druk is. Ja, en tot slot de prijs. Hij kost 1,75 miljoen euro ex belastingen. In Nederland betekent dat een prijskaartje van boven de 2 miljoen euro. En toch had Lamborghini absoluut geen moeite om die 40 exemplaren te verkopen. Want toen Lamborghini aan zijn klanten alleen al een schets toonde, hadden ze gelijk al 30 orders binnen. En nog voor de officiële presentatie van de auto waren die resterende 10 exemplaren ook al vergeven. Een mooi eerbetoon aan Ferruccio Lamborghini.